duikt erin. En dan gaan ze op zoek naar een ratje. Ratti. Hey! Ratti. De leukste maand van het jaar gaat beginnen bij Q-Music. De foute maand. En daarom worden vandaag gestreden in deze foute arena. Bordenvol foute spelletjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Foute Quiz. Woe. Twee teams gaan strijden en ik ga de teams even aan je voorstellen. Onze vaste teamcaptains zijn er natuurlijk gewoon. Bram Krikke samen met Mattie Valk in ieder geval. Woe! Ja, zeker wel. Wat een team. Ja. En aan de andere kant Domien Verschuren en Marieke Elsinga. Dankjewel. Mattie en Bram, jullie hebben een teamnaam bedacht voor Marieke en Domien. Absoluut. Wij hebben gekeken wat bindt hun nou precies. Ja, en dat wat is, niet. Ja, goed. Nou wat niet. Dat allereerst, maar vooral een kat. Ja. Ah, ja, goed. Ja, en goed. Dus, goed gevonden. Heten jullie de kattenvrouwtjes? Oh, kittig. Leuk. Oh, heel ik schrijf kattenvrouwtjes. De kattenvrouwtjes. Decibel en Kiki natuurlijk. Ja, uiteraard, ja, uiteraard. Ja, jullie hebben op jullie beurt ook een teamnaam voor Mattie en Bram. Jullie hebben vrouwtjes, maar wij hebben de Bad Boys. Oh. Hey. Yes. Ik ga ook iets steviger staan. Ja, oké. We hebben de kattenvrouwtjes tegen de Bad Boys. Verliezen heeft natuurlijk ook zo zijn consequenties. Als je verliest als team, presenteer je één dag de foute 1500 als octopus. Ach, oh, hè, Bas. Oh, hemel, dat wist ik helemaal niet. Doe eens op. Oh ja. Oh, nou, jij kan wel veel hebben. Ja, jij kan alles hebben. En ook dit weer. Ja, bizar is dat. Het doet me ook aan Kabouter Plop denken. Ja. Ja, dan zou je zien, dan wilde je het hoor. Ja. Nou, zullen we snel beginnen? Laten we het doen. Ronde 1. Hoe fout zijn jullie eigenlijk? Dat gaan we uitzoeken in deze eerste ronde. Ik stel een foute persoonlijke vraag over iemand uit het andere team. Jullie krijgen daarna 1 minuut de tijd om het andere team te ondervragen. Kom je uiteindelijk met het goede antwoord, dan verdien je een punt. Oh. Vraag 1, Marieke en Domien. We hebben door de jaren niet allemaal de beste fashionkeuzes gemaakt. Nee. Kunnen we allemaal eerlijk over zijn. Wat is Mattie zijn meest foute fashion item? Oeh, wat niet? Is dat A? Zo makkelijk. Ja. Is dat het jasje mee of niet? Ik heb hier, ik heb A tot met P. Daar komen ze. Is dat A? Ja. Uggs. B, een bloemetjesoverhemd. C, een oorbel. Of D, shirts met een hele diepe V-hals. Oeh, die laatste heeft hij zo. Even niet om te ondervragen, daar gaat hij. Mattie, hoe werkt het als je een oorbel zet? Kun je het uitleggen? Ja, je moet het eerst schieten natuurlijk. Nee, snap, dat is het niet. Ja, hier komt hij. Hoeveel waarde hecht jij aan schoeisel? Veel hoor. Ja? Ja, als je in mijn kast gaat kijken, dan zie je veel verschillende kleuren, maten, hoogsluitend, laag, ja. Zomers. Wat is jouw favoriete bloem? Grisant. Oké, dan gaan we heel even richting die V-als. Wat vind jij een lage V-als? Wat is laag? Ja, wel tot hier. Ja, ja, zie je, hij heeft meteen een als. En dan hoe breed op de schouders begint zo'n V-als? Ja, dan loopt hij helemaal van hier tot hier. Ja. En hoe zit het met jouw borsthaar? Wat heb jij op de kippenborst? Heb ik niet, heb ik niet. Vind dat een heel persoonlijke, vervelende 7, vraag. Ik heb geen 6, borsthaar. 5, 4, 3, 2, 1. En dat was de minuut. Maar ik blijf, kijk, het probleem is een beetje, vindt Mattie Valk dit zelf ook fout? Die V-halsjes. Ik denk dat als iemand aan hem zou vragen, joh, Matt, wat is jouw favoriete foute item? Dat de V-hals, dat is bij hem gewoon fashion. Nee, dat is dat vindt hij mooi. Hij vond dat toen fashion, maar nu niet. En vooral ook omdat hij op alle drie die andere dingen kon hij eigenlijk niet echt lekker antwoorden. Ik zag hem worstelen. Mag ik een antwoord? Ik twijfel tussen Ups en V-nek, maar ik ga op jou, ik vaar op jou, kompas. D, shirts met diepe V-hals. Wat is het goede antwoord, Matt? Ux. Oh, nee! Ux. Het was antwoord A, de Ux. Heb jij Ux thuis? Ik heb, inmiddels niet meer, maar dat is, die zijn pas een paar jaar weg. Nee. Er zit niet zo lekker als een Ux. Maar lieverd, we gaan toch niet af op wat lekker zit en wat niet? Want dan liep ik de hele dag toch in mijn slobber onderbroek met mijn pyjama-jas. Nou, be my guest. Ik ken je toch goed. Ja. Vraag 1 was dit. Vraag 2. Voor de andere kant. Bram en Mattie. Wat is het foutste kapsel dat Marieke ooit heeft gehad volgens Marieke? A. Een krullend permanent. B. Lekker kortpittig. C. Een Duits matje. Of D. Platina blond. Oeh. 1 minuut de tijd. Ja, maar dit moet jij weten, Mattie. Waarom? Ja, jij hebt toch ooit al een keer een foto van haar gezien van vroeger? Ja, je welke natuurlijk niet alle foto's gezien. Nou, ik zou vooral vragen stellen en niet discussiëren. Oh, sorry. Marieke, staat kort haar jou, vind je zelf? Nou, ik kan heel veel hebben, maar kort haar niet. Oké, het kapsel waar we over het hebben. Was Sander ook op jou gevallen als je dit kapsel nog gehad had? Absoluut niet. Heb je het wel eens geverfd?
Ik heb mijn haar wel geverfd. Ja, zeker, zeker. Zat je met het kapsel lang bij de kapper? Al met al viel dat wel mee, denk ik. Ik had veel langer verwacht. Had ik er maar langer gezeten. Dat is denk ik een betere redenering. Hoe zet je hem permanent? Hoe doe je dat? Nou, je hebt krullers en dan waterstof. Nee. Wat vind jij überhaupt van kort haar? Nou, dat is niet mijn lievelings, nee. Nee, dus wat Domine heeft? 17. Nou ja, dat vind ik wel echt te kort. Voor mij vind ik dat veel te hard. Ik probeer een beetje uit elkaar te spelen. 2, 1. Ja. En dat was de minuut. Alright. Oh. Dus ik wil graag een antwoord. Ja, ik vind een Duits matje heel grappig antwoord, maar dat zal het wel niet zijn. Het zou waanzinnig zijn als het waar was. Kort op de kop, lang in de nek. Nee, ik ga echt volledig op jou ook af. Dit moet dit echt, alsjeblieft, Mattie. Een krullend permanent. Wat is het goede antwoord? Kortpittig. Oh. Oh. En we hebben er zelfs een foto van. Ach, meid. Ach, hemel. Ja. Nee. Hè? Ja. Nou, kijk, het verhaal was, ik had dreadlocks gehad. En ik was een jaar of 13, 14. En echt iedereen wilde met mij verkering. Ook van de hogere klasse. Nou, zo tof waren die dreadlocks. Oh, daarom. En toen knipte ik het af, omdat ik die dreadlocks niet meer wilde. En toen was het heel kort. En hierna moest ik ook nog weer een keertje een slotjesbeugel. Nou, toen keek echt jarenlang niemand meer naar mij. Maar lieverd, wat is het dan fijn dat je zo kunt opdrogen, hè? Dankjewel. Nee, maar dit is ook een opmaat naar de foute fashion items categorie die weer terugkomt, begrijp ik. Wat? Hemeltje. Ach, lieverd. Wow. Ja. We gaan even kijken naar de stand na deze eerste ronde. Die is nog niet heel spannend. We beginnen eigenlijk gewoon weer zo meteen van vooraf aan. 0-0. De brilstand. De brilstand. Ronde 2. En ja, onze moeders zijn nog. Oh. Doe dat nou niet. Maar ik deed het toch. Hey. Lekker liedje. Nou, op iedere pilaar hier in het midden vind je een liedje. En dat liedje moet je zingen met spekjes in je mond. Bijvoorbeeld, Mattie, daar sta je nu bij. Een songtitel die je moet tekenen of uitbeelden. En een liedje dat je moet zingen met het gebruik van maar één woord. Ja. Die woorden ga ik alvast even geven. Domien en Marieke, jullie woord is zometeen oksel. Oksel, leuk woord. Dat vind ik zo'n goor. Vind je dat een leuk woord? Ja. Een van de goorste woorden. En dat is afscheiding, vind ik ook een goor woord. Wondvocht. Oh, wondvocht. Ik ga hier een punt zetten. Sorry. En het woord voor jullie, lekker. Bram en Mattie, is bier. Ach, nou, dat staat me goed. Dat is je favoriet woord. Halve liter, mag je ook. Het is aan je teamgenoot om te raden welke foute track je probeert uit te kramen. Daar krijgen jullie anderhalve minuut de tijd voor. Weet je niet, zeg je pas, gaan we naar de volgende. Is er nog tijd over aan het einde, dan mag je alsnog terug om het weer te proberen. Ah, ja, oké. Okay. Zo gaat het. Kom maar. Eerst even spekjes in je mond. In de mond. En spuug ze meteen uit als je er klaar mee bent. Go, proppie, proppie. Meer, daar kan meer in. Oh, dat vindt hij lekker, hoor. Hij is gek op zoet. Ja. Oh, en wat gaat het en allemaal? Start. Oh, daar gaat hij. Ja. Titel. Bara. Ja. Door naar de volgende. We gaan uitbeelden. 1-1. Slapen. Arabian 1001 Arabian Nights. 1 nacht alleen. Ja, goed. Ja, is goed. Ja. Door naar de volgende met één woord. Bier. Ja, Mambo nummer 5. Ja, dat is goed. Dat is helemaal goed. Had ik niet gehoord? Nog 50 seconden, er wordt getekend. Ja, oké. Okay. Is dit? Ja, liefde te dik in de kist. Goed. En dat zijn ze. Wow, ja. Goed hoor. Nou, helemaal 3D. Lekker, man. Zo. Ik vind het echt knap. 3D ook helemaal getekend. En ook nog 40 seconden. Ja. Zo. Nou, verbazingwekkend. 4-0. Nou, op dit moment. Knap. Dank je. Ja. Fantastisch, man. Deel 2. Marieke staat al klaar. Jij bent al goed bezig. Doe de spekjes maar in de mond. Anderhalve minuut. Zelfde regels gelden. In 3, 2, 1, go. Likken, shotje, één shotje. Tequila. Tequila. Hava tequila, nee. Wat is het tequila? Salsa tequila. Ja, natuurlijk. Het woord is oksel. Oksel. Pas, doen we zo meteen wel. Okay. Tekenen. Oké. Okay. Oh, ik heb hem. En dan gaat ze tekenen.
Dit is een ijsje, een bolletje ijs, ijs. Oh, ja. IJs, baby! Ja! Ja, terug. Is goed. Er is nog 45 seconden op de klok. Okso. Ik weet niet hoe die verder gaat. Nou ja, een half minuut, neem je tijd. Okso. Half minuutje nog. Okso. Het intro, je kan het intro ook nog doen. Doe het intro even. Nee. Nee, okso. Ik wil alleen maar oksel houden. Weet jullie echt wat ik als ik ga? Ik ga je helpen, want je hebt toch weinig tijd. Maar ja, jullie horen het natuurlijk iedere week. Nee, ja. Met de koptelefoon op. Ja. Ik hoor het nog niet aan Don't you ask me why. Ja, goed. Don't you live a little longer. Maar goed, ik wist alleen maar Rio. Hallo. Oké, we kijken even naar de stand. Het is 4-3. Het is 4-3. Hey, yes. Voor de bad boys. Door naar de volgende ronde. We zijn bij ronde 3. Voor jullie staat een foute knop. Die zien jullie. Druk op de knop als je denkt te weten welke foute artiest, single, hoesje of foute track we zoeken. Ik vuur zo meteen 6 vragen op jullie af. Maar het is een hele bijzondere afdrukknop. Want jullie mogen daar je eigen geluid op inspreken. Leuk! Dus overleg eventjes wat het gaat worden. Als dat nodig is. 3, 2... Wat goed! Is hem even testen. Wat goed! Nou, meteen! Oh, zeg, ja, heel leuk. Goed. En hey, jullie, wat gaat het worden? Ik doe een Formule 1-auto. Oh, ja, leuk. Dicht bij zichzelf. Wauw. Even testen. Leuk! Ja. Hij lijkt ook op een kat. Ja, super. Ja. Oké. Okay. Dat is met deze wel hoor, ja, kom al. 6 vragen krijgen jullie. Ja, per goed antwoord levert het 1 punt op. Zijn we op zoek naar een foute track, dan is alleen de titel genoeg. Oké, akkoord. Raak je het niet of treuze je te lang na het afdrukken, gaat het punt aan de andere kant. Zoveel mag duidelijk zijn. We gaan beginnen. Goed. Vraag 1. Welke track is dit? En dan ging de Formule 1-wagen. Hulleboer, busje komt zo. Nou, zie je. Ja, dat is helemaal goed. Ja, absoluut. Absoluut. Heel goed. Dit is echt knap. Kippenvel, merk ik. Heel goed, Mattie. Ja. Wat klopt er niet aan het hoesje van deze single van Het Goede Doel en wat moet het zijn? De vlag staat verkeerd om. Dat is fout. Fout? Hartstikke fout. Wat dan? Het is niet België. Nee. Wat je zag. Het is Frankrijk, toch? Wat flauw, zeg. Wat is het dan? Volgens mij is dit Spanje. Het is Spanje. Oh, Spanje. Oh, ja. 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 Er zit ook een eiland ook nog aan. Er zit gewoon nog een eiland daar. Vraag 3. Oké, vraag 3. Ja. We hebben AI gevraagd om een foto te genereren van een foute artiest als Tovenaar. Wie is dit? Kijk mee. Druk af als je het weet. Dit lijkt maar Rob Kemps. Rob Kemps, zonder bolletjes. Rob Kemps. Laten we kijken. Ja, het is hartstikke goed. Puntje erbij. We hebben een foute KI. Oeh, die laat ik even indalen. De KI. KI? In plaats van AI? Dat ben ik. Oh. Gevraagd om een foute track te omschrijven. Ah. Oh. Welke track omschrijft KI hier? Het lied is een opgewekt en energiek rock'n'roll nummer dat de vreugde van het bezitten en rijden van een snelle auto viert. Het heeft een pakkende melodie en een krachtig ritme. De teksten zijn gevuld met autogerelateerde referenties. Het is een populair en herkenbare klassieker. Oh, shit. Het is een levendig nummer dat de sfeer van de jaren 50 en zijn populaire autocultuur ademt. Daar is de auto. Ja, ik ga gokken. Iets van Grease. Ach, met? Is dat de titel? Ik vind het wel gepaard. Ja, sorry. Ik dacht iets van Grease. Iets van Grease? Nee, nee, dat iets van is, Grease dat is geen titel. We hebben wel een titel horen. Ja, wij denken Grease Lightning. Hij roept nog een titel. Laat het maar sputteren. Als zij het fout hebben, wij... Grease Lightning! Ja, dag. Punt gaan naar de andere Lekker. Kant. Kijk, wacht een loont. Even voor de bonus. Even luisteren. Ja, dat is wel goed. We worden er... Ja. Nee, Mattie, jij doet er echt lang over. Nee, was veel te lang, was te lang. Vraag 5. Welke foute track hoor je hier achterstevoren? Zo moeilijk. Jij bent alles wat ik wil. Linda Roos en Jessica
met Linda. Jij met alles. Zwemmen, Mat. Zwemmen, kom. God. Hier gaat het mis. Ja, dat kunnen we. Jij met alles wat ik wil. Kom op, Bram. Linda met natuurlijk ademnoos. Dit duurt te lang. Nee, niet goed. Ja, wij gaan niks zeggen, want zij hebben het fout. Pakken wij een punt. Jullie pakken sowieso een punt. Maar het is natuurlijk alles of niets. Het is alles of niets, inderdaad. Ja, roep je maar niets. Ja. Oh, zo leuk. We verzuipen in onze eigen... Ja, hongerigheid. Ja, jullie enthousiasme. Helemaal. Maar ja, het is wel door laf spel gaan we wel winnen. Ja. Alles of niets. Vorig jaar stond het nummer Alles of Niets op 661 in de Foute 1500. Vind jij nou ook dat hij veel hoger moet? Dan moet je stemmen. En dan komt hij misschien hoger in de Foute 1500. Maar we doen ook geen beloftes, want zo zijn we ook wel weer. Even kijken naar de stand. 5-7 voor de kattenvrouwtjes op dit moment. Ja, geweldig. Soms, volgende vraag, is een foute cover beter dan het origineel? Oordeel zelf. Welk liedje, luister goed, wordt hier gecoverd? Oh. Ik durf niet meer te drukken. Is het iets van Bon Jovi? Nee. Ja, ik hoor. Switch Out of Mind, laten we luisteren. Kijk, wij pakken punten door het goede antwoord te geven. Zo tevreden. Ja, dat is hem. Absoluut. Switch Out of Mind, Guns N' Roses. De eindstand na deze ronde is 5-8 voor de kattenvrouwtjes in deze quiz. 5-8. 5-8. Oké, 5-8. We gaan zomaar weer door naar de volgende ronde. Wauw. Pony. Ride it. My pony. My pony. Ronde 4. Alle ballen verzamelen. Ik heb gebeld naar Jan Versteeg. Ik zeg, mag ik je ballenbak lenen? Nou, die staat hier voor ons. Ach. Dat is hem. Hierin liggen 3 ratjes waarop antwoorden staan op 3 foute vragen. Okay. Ik stel zo meteen de vraag. Er mag gezocht worden. Vind je de rat met het juiste antwoord? Geef je hem aan mij. Klopt het? Heb je een punt? Klopt het niet? Gaat het punt naar de andere partij? Leuk. En we spelen om en om. Oké. Mattie en Domien. Oh. Ja. Kom maar even hier. Oké. Ik stel hier de vraag. Mogen jullie hier aan de zijkant staan? Ja. Vraag 1. Waar vindt de foute party ieder jaar plaats? Go! Duik erin. En dan gaan ze op zoek naar een ratje. Vinden ze er één? Anita, verkeerd! Doog hem op. Er is er nog maar één. Daar, fuck voor je! Oh, daar zijn ze, komen ze boven. Nee, daar niet! Nee, daar! Elisa! Daar! Dat is ook niet het goede antwoord. De Brabant Hallen! Mag je het ratje, puntje erbij. Oh. Voor de kattenvrouwtjes. Wakker mee. Ja, zet hem maar bij jullie. Leuk. Oh. Hartstikke goed. Wat een spel is dit! Kom er maar uit, als het lukt. Mat is al klaar. Waar liggen er veel ratten? De takelen Mattie Valk uit de ballenbak. Ratti. Hey. Ratti Valk. Leuk. Ratti Valk. Lukt het, meneer Valk? Ja, sorry. Komt u maar, hoor. Ik kom nog wat collega's tegen onderweg. Kom maar. Leuk. Bram en Marieke. Op welk voertuig zit een toeter bij de gebroeders Co? En daar gaan ze. Hoppakee. Bram de volle vaart erin. Nee. Diep. Nee. Zoek door. Wat is het juiste antwoord? Ik ben er niet tegengekomen, Marie. Ik ben altijd zo bang voor kinderpas. Ik heb hem ook nog niet gezien. Ik heb dit antwoord niet gezien nog. Ik heb dit antwoord ook niet gezien. Paardenhallen. Ja, voor een rat. Ja, dit staat erop. Nee, niet goed. Ik zie niks. Bij het randje. Dit randje. Heel slecht eruit. Randje. Nee, Anita. Dat denk ik niks. Hebben jullie hem al? Nee. Ik ben rood. Oké, jongens, overzicht. Ja! Een waterscooter! Ja! Lekker, Bram. Dankjewel. Vraag 3, laatste vraag. Jullie mogen kiezen wie er de bak in gaat. Nee, ga maar. Lekker leuk. Domien en bij jullie Mattie. Oké, laatste vraag voor een ratje. Welke zangeres zingt het Tietenlied? Ja! Dat is een hele bekende zangeres. Nee, het is niet Anita. Maar wie zingt het? Kom op! Doodje, je kan het! Mattie gaat onder water! Mattie gaat helemaal onder water! Mattie verzuipt! Mattie is weg! Ik ga weg, joh! Ratti, kom op! Bij de randjes! Nee! Doorzoeken! Oh. Kom op, je kan het! Elise! Elise! Heel goed! Mattie! Wacht even, anders heb ik... Oh, gaat het goed? Morgen hoeft ik niemand meer. Oh, hij leeft nog wel. Oh, gelukkig. Kom je eruit? Zit deze ronde erop? Ja, het zit erop. Oh. Het zit erop. We kijken ook even meteen naar de eindstand na deze ronde. Het staat 6-10 voor de kattenvrouwtjes. Woo! We gaan naar de grande finale. Grande finale. Waar is iedereen? Daar, de grande finale. Hé, hey, dit is leuk zeg. Dit is een feestsfeer, hè? Oké,
Aalsmeer, we gaan naar de grand finale. Ja, zoals een oud gezegde al luidt, er kan nog van alles gebeuren. Ik stel u deze finale twee vragen. Ik ga de eerste vraag al stellen. Luister goed. Welke dingen hebben Donnie en René Vroger gepakt en geklapt in hun gezamenlijke hit? Jullie mogen inzetten. Als je je inzet zometeen haalt, dan pak je de punten. En zo niet, dan gaan de punten naar de tegenpartij. En het team dat achter staat mag als eerste een bot uitbrengen. En dat zijn in dit geval de Bad Boys, Bram en Matt. Hebben jullie al een beginnen met vier? Beginnen met vier. Ga ik naar jullie vragen? Gaan jullie voor vijf? Nee, no way. Ik ben al blij als ik op drie kom. Nee, ik durf dat echt niet. Vijf? Gaan jullie voor vijf? Nee, toch? Nee, ik durf het vraagteken nog. Gaan ze nat, krijgen jullie de punten? Nee, ik denk dat Bram dit als ringtone heeft. Dus, hallo? Maar ik denk ook, kijk, als zij het kunnen, vind ik het knap. Want wij komen er denk ik niet overheen, over die vier. En dan pakken wij vijf punten van jou. Nee, doe maar. Ja. Jullie mogen succes. Hebben. Kom maar, Bram. Zullen we vijf? Ik ga voor vijf. Nee! Het is het spel niet. Je speelt je hoofd. Hoe noem je dat? Het hoeft niet. Je hebt een minuut. Je hand. Overspeelt je hand. Oké, ja. Minuutje vanaf nu, go. Ja. Oké, nou, Ton gepakt. Bon gepakt. Mooiste op je feestje op de mond gepakt. Oh, ja. Ik heb alle mooie dingen die kon gepakt. Ja, dat zijn er vier. Een jonko op balkon geklapt. Klapt. Ja. Absoluut. Hebben ze niet al? Ja, hebt ze al. Ga maar door. Ja, terrasje zon. Ja, absoluut. Nog, absoluut. Denk ik. Goh, hard goed gewerkt, hoor. Weer. Toch, terrasje zon. Ja, we kijken nog even naar de andere antwoorden hier. Alle mooie dingen die je kon gepakt. Terrasje zon gepakt. Ja. Gepakt. Het is gelijkstand. Het is 10-10. Er is nog één vraag te gaan. Dus hier kan echt, alles gebeuren. Oh, hier kan echt alles gebeuren. 10-10. Is het dan weer de brilstand nu? Ja, daar komt hij. Welke 10 dingen gebeurde er last Friday night volgens Katy Perry? En we tellen alleen de refreinen, zeg ik er nog even bij. Er wordt ingezet, even nagedacht. Even denken hoor. I smell like her. We tellen alleen de refreinen, heb ik nog even gezegd. En ik ga aan jullie een openingsbod vragen. Okay. Wij denken echt, ik denk dat wij ze wel. Nou, maar zij mogen eerst even een openingsbod. Oh, okay. Dit is bruut. Dit is bruut. Dan zeg ik 8. Ja. Oké, zeg maar. Wij zeggen 8. Zo! Van de 10. Ja. Nou, dan gaan jullie voor 9 dat doen. Mag jullie dat doen? Oké. En dan gaan wij hier een beetje harren. Oké. En gewoon een beetje kijken. Last Friday night. Kicked out the bar. We took too many shots. Kicked out of the bar. Pink flamingos in the pool. DJ passed out in the yard. I smell like a mini bar. Menage à trois. Maxed out credit cards. Juist. We hit the boulevard. We danced out in the bar. And we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. What? I smell like a mini bar. DJ passed out in the yard. Pink flamingos in the pool. Babies on the barbecue. De minuut is om. Laten we nog even kijken naar de andere antwoorden die gegeven konden worden. Oeh. 7! Nee! Waren dat er. En dat betekent dat er 7 punten, 8 punten naar de andere kant zijn. Yes, boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Hey, maar. Bad boys. Strijdend ten onder. Zeker. Dat is ook mooi. De minst coole overwinning ooit was dit. Wij hadden het te gretig. En precies op het moment dat het erom ging, waren zij te gretig. Juist. Nou, voor mij is dit al winst. Dat betekent dat we ook een eindstand hebben in deze foute quiz tussen de Bad Boys en de kattenvrouwtjes. Het is 18 tegen 10. Yes. Ja, het is ongelooflijk. Yes. Hoor. En jullie krijgen nog een foute consequentie. Ach ja. Want daar zijn ze. Ik had zo gehoopt op de 2 voor 12 pennenset. Nee. Ook niet de lingotas. Het is de octopus die jullie een dag moeten dragen tijdens de foute 1500. Kijk eens. De hele maand juni is het feest. Het is de foute maand met onder andere de foute 1500 natuurlijk. Stem op je favorieten via qmusic.nl. Afijn. Je kent de riedel. Gaat het goed met de octopus? Zie daar. Blub. Ja. Dat is één gek geworden. Dat vind ik nog een goede score. Volgende week zijn Domien en Bram er weer. En dan hier in het team Wim van Helden en Joost Winkels. Yes. Dan kijken tot de volgende foute quiz. Bye bye. Ik denk dat ook een hele leuke aflevering is. Dat zegt mijn gevoeletje. La, ja jongens, wat een dank voor het komen. Echt gefeliciteerd. Leuk als dit weer hoor.